Mending Protection 4 en een breaking. Kijk dit dan. Nee, moet je niet looten hoor. Nee. Protection 4, unbreaking. Geen goede loot. Efficiency 5, Fortune 3, unbreaking 3 op een diamond shuffle. Nou, nu ben ik bijna bij eindkeer, jongens. Wat een spul, joh. Hey, raar wat ik heb. Oh! Iemand jaloers. Ja. Ik hoor ze allemaal weer op de server denken. Iemand jaloers. Is er iemand online die interesse heeft om zo'n ding te kopen? Dat denk ik niet. Nee, dat denk ik niet. Hier, Mending Protection 4 en Unbreaking 3. Nou, dat is gewoon illegaal dit. Het zijn gewoon hele illegale itempjes dit. En hoe? Ja, praat me er niet van. Het is echt... Iedereen zei dat ik de loot moest skippen. In de... Hey, mijn emeralds zijn hieruit. Heb ik dat zo gedaan? Kom maar, tovenaar. Wat moeten we hebben? Nou, iets van Thorns lijkt mij een hele goeie. Efficiëntie. Is ook een hele goeie. In ieder geval, dat is waar we nu naar op zoek zijn. Depthstrider. Zijn we dat nog nodig? Vast wel ergens. Depthstrider. Ik heb geen idee wat we exact willen hebben eigenlijk. Poeh, die is vies. Die is heel vies om te krijgen. Wat doen we? Bewaren? Wel hè? Ik hoor jullie denken. Deze moeten we wel bewaren, hè? Niet bewaren? Hoe kan je zo zijn om dat niet te willen bewaren? Oh, hier waren de emeralds trouwens. Ergens. Hoe kan je zo zijn om te zeggen om dat niet te bewaren? Deze moet je bewaren. Power 5 boekie. Power 5 boekie, hè? Power 5 boekje. Nee, hoe kan je zeggen dat je dat niet moet bewaren? Wacht even, maar nu moet ik nog de rest doen. Ik heb helemaal geen zin meer om deze villetjes te moeten doen. Bleh. Ik moet eigenlijk een mooi hokje voor deze gozers hebben. Ik vond die Elytra's zoeken vond ik leuke werk. Dit is niet mijn favoriete hobby. Ik moet Debris hebben. Ik moet eigenlijk sterkste zijn die er is. Roleplay, er is niemand online. Wat moet er nog op mijn zwaard eigenlijk? Sharpness 5, Unbreaking 3, Mending, Looting 3. Ik denk knockback. Of doen we geen knockback op het zwaard? Is niet per se nodig, hè? Op zich, knockback kan wel. We hebben nu Elytra's, dus je kan mensen opjagen. Serieus? Holy moly, wat een sneaky bastard. Hebben wij een XP farm? Ja, ik hoor je goed. Ik heb een cadeautje voor je. Oh, wacht. Ja, top. Nee? Ik heb een map, maar ik moet wel natuurlijk even die spelers uitzetten. Hier. Maar ik heb geen idee hoe... Alsjeblieft. Dankjewel. En die ook. Ja, maar daar zit natuurlijk nog geen mending op. Dus ik durf hem niet te dragen eigenlijk. Oh, mevrouw durft hem niet te dragen, want er zit geen mending op. Ja. Ja, oké. Okay. Pretty much. Wat we moeten doen is mensen genezen. Wacht, waar zijn al die saplings? Die zaten hier. Ik heb ze alweer teruggeplaatst. Oh, maar waar dat dan? Nou, daar. Ergens anders. Oh, nee, daar toch? Ja, eentje verder. Oh, ik ben toch veel villages aan het maken? Ding dong. Wat moet ik met mijn fiets in het schuurtje? Hallo, 2, 4, 6 staan hier al. Waarom kilt deze die niet?
Oh, we hebben nog een beetje boommeel. Een beetje. We kunnen niet slash timeset D doen of zo. Dat zou wel zijn. Kan jij helpen? Jemig! Ja, ik kom eraan. Er staat hier achter mij zo'n boekenkast ding. Als jij die even sloopt zonder ook maar enigszins die villetje te duwen. Oh jee. That would be very nice. Otherwise, okay. I have a really big problem. Kan ik niet gewoon zo doen? Ja, als je dat ding maar sloopt achter hem. Ja, top. Dit. Dank u. Kijk, teamwork. Weet je die Elytra vleugels lijken echt gewoon vliegen. Gewoon vliegenvleugels. Ja, nou echt. Drie keer raden wat je ermee kan. Vliegen. Vliegen! Wow! Ja, big brains! In plaats dat het gewoon cool eruit ziet, het ziet gewoon echt gewoon alsof het een vlieg is, weet je wel. Gewoon een vlieg. Gewoon echt gewoon een lelijke vlieg. Oh, echt? En als die, ja, en als die enchant is, is het een fairy vlieg. Een fairy. Fairy fly. Fly me to the moon. Oh jee, daar krijg ik hele andere vibes van. Echt? Wow, hoe komen we zo snel omhoog? Oh, hoe kunnen we een überhaupt omhoog? Wie deed dat? Kan dat niet door de power dingen zijn? Je hebt gewoon heel die power gewoon verkeerd omgezet. Oh, is een bug als je te veel minecarts in elkaar... Oh, yo! What are those? Oh, daar gaan ze weer! Then you have to fix them. Ja. Wat dit is niet normaal. Dit is niet normaal. Wat is hier allemaal aan de hand, joh? Oh, wat ga ik goed op die minecarts. Hey, joh! Blijf met je vingers van mijn minecart af, joh! Oh! Wat? Wat is hier aan de hand? Heb je niet iets te veel? Nee, maar kijk, die zijn ook in één keer allemaal weer... Dit kan niet! Wat is hier gebeurd, joh? Ja, precies. Zijn ze aangevallen in die tijd? Nou, nee, er stond... Waarom heeft hij een hoedje op? Ja, er stond hier niemand. Er is hier niemand geweest die dit heeft kunnen doen. Oh, ik heb... Oeh, ik heb twee appels. Wat is hier gebeurd, joh? Oh, mijn hoofd kan dit niet... Oh, ik heb weer een appel. Ik heb nu drie in totaal. Had jij nou nog appels? Ja, daar ligt er ook nog eentje op de grond. En die andere? Vijf stuks, alsjeblieft. Dank u. Ah, er zijn er veel. Ja, laat de rest maar groeien hoor, nu. Oké. Okay. Even kijken, heb ik nog... Oh, hier, wacht. Plant deze nog eventjes. Oh, ik heb echt nog... Oké, wat jij nu mag doen is... Even kijken, een fermented spider eye. Laat ik even zand pakken. Zo. Wat jij zo mag doen... Is... Ach, even zand erin. Even een mooie plek maken voor al die villetjes beneden. Dat is echt wat we even moeten doen. Hé, hey, mocht je nog ooit iets zoeken? Dit is mijn geheime spot. Oh, dat is ook wel zo standaard. Ja, maar die zijn gevuld, allemaal met goede spullen. Ah, oké. Okay. Very good. Ik doe hier even alle bouwspullen in. Heb jij je ex op een blok gebruikt hier? Mijn ex op een blok? Ik heb niks gebruikt. Echt wel. Mijn ex op een blok? Ja, ga maar buiten kijken. Je ex op een houten blok. Nee. Dat heb jij niet gedaan. Nee. Dat hebben de kabouters gedaan. Maar ik kan er wel nog eentje doen. Nou, nu klopt het. Dat hebben de kabouters gedaan. Ja, ik heb er niet eens aan gezeten. Chat, wie heeft dit gedaan? Jijzelf. Hoezo, ik zelf in één keer weer? Oeh, iemand... Oh, je hebt toch mending? Jij kan verkopen. Iemand vraagt of iemand mendingboekjes verkoopt. Haha, ja, raad eens wat jij hebt. Ja hoor.
Als iemand je naam dan al ziet, dan denkt ze, oh shit. Oh, de farmer verkoopt 4 appels voor 1 emerald. Dat is wel misschien beter. Dat scheelt wel heel wat. Waarom zou ik een totem aan hem vragen als hij heel veel te bieden heeft? Je bent een MSG met een aantal. Maar 2. Ik moet het hier beneden mooi maken. Want je wilt ze hier beneden houden. Ja. Ja, of ergens anders, dat maakt niet uit. Wat zou ik doen? Zou ik het doen voor 24 diamonds voor 2 boekjes? Ik kom naar de Nethers. O jee. Het is hier echt bomvol. Ja, ik maak even een nieuwe trap naar boven, want dit werkt niet zo. Wordt een beetje gevaarlijk. Is die Lush Cave echt heel ver van hier vandaan, of valt het mee? Nee. Het is waar die hele lange toren staat en daar naar beneden. Dan ben je er. Zouden we naar de span kunnen gliden of niet? Laat ik even kijken of het werkt. Daar gaan we. Zet dat de ouw. Oh, jij durft. Ik zou dat echt niet kunnen. Waarom niet? Oh, omdat ik dat niet kan. Je weet hoe ik en Jacco zijn met Elytra's en al. Heb je niks aan? Lange toren. Je moet best hoog hier, zeg. Holy frieten. Man. Dit is echt een zoektocht naar je mine. Kunnen ze dit nog niet even mooi maken? Man. Oké, ik ben er zo weer. Was Honky niet degene die dood mocht?